Mijn belangrijkste verwezenlijking tot nu toe in de sport, denk ik dat vooral de stap geweest is om naar het buitenland te vertrekken en te kiezen voor een professionele carrière. Wat voor mij niet eenvoudig was, want ik was niet die speelster dat van jongs af aan droomde van een volleybalcarrière. Ik was eerder degene die wou gaan studeren, normaal leven en dat combineren met volleybal. En dan heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om toch naar het buitenland te vertrekken. En ik heb daar nog nooit spijt van gehad. Al bereikt heb. In die zin, ik woon naar het buitenland. Ik heb in Italië gespeeld in een van de betere competities van Europa. We zijn daar kampioen geworden met Piacenza. Dan ben ik naar Brazilië gegaan, wat het ook voor mij een droom was. En nu zit ik in Turkije, Istanbul. Misschien niet in een van de topclubs, maar in een club waar ik me heel goed kan vinden. Met een jong team, meisjes die ja, naar u luisteren, die op in zekere zin ook wel naar u opkijken. Dus voor mij ook een fijn gevoel. Dus we hebben met de Yellow Tigers al mooie resultaten bereikt. We hebben een derde plaats gehaald op het EK. We hebben een WK mogen spelen. We spelen nu ook in de A-poelen van de Grand Prix. Dus ik denk dat we al mooie resultaten gehaald hebben, dat we op de grote toernooien ook nu constant aanwezig zijn. Maar dat ook wel een droom is voor elk van ons om die Olympische Spelen te halen. De sleutel van het succes van deze generatie van de Yellow Tigers zit dat we elkaar door en door kennen. De meeste van ons hebben ook de jeugd en juniors samen doorgebracht. We zijn goed op elkaar ingespeeld. We zijn niet alleen teamgenoten, maar ook veel van ons vriendinnen. Dus als groep zit het goed. En ja, ik denk gewoon de drive en de stappen die we langzaamaan gezet hebben, dat dat ook wel een soort van motivatie in de groep heeft gebracht en een enthousiasme om meer en meer te willen en meer te gaan berekenen. Mijn bucketlist in het leven is dat ik na mijn carrière een job vind waarin ik... waarin ja, ik plezier vind, voldoening haal en even ambitieus kan zijn als ik nu in de sport ben. En een gezinnetje en kinderen.